Helemaal fantastisch. Fantastisch? Ja, helemaal fantastisch. Dat is nou net een reactie die ik niet verwacht had, maar kan je me uitleggen? Helemaal fantastisch. Het klinkt gek. Je verliest een rechtszaak, maar desondanks ben je wel positief. Hoe meer bladzijden het beseft, hoe meer aanhakingspunten creëert hij, waarin je dus kunt zeggen, ja, maar luister, maar dat zie je verkeerd. Dat zie je anders. Dat had je niet mogen doen. Maar hoe het ook wordt uitgelegd, uiteindelijk ging de rechtbank dus niet mee in de wens van een wettelijke leeftijdsverlaging. Anders dan bij geslacht of een naamswijziging, is er aan een leeftijd zijn rechten en plichten verbonden. Er is bijvoorbeeld een leeftijd waarop je mag gaan autorijden of alcohol drinken, maar ook een leeftijd waarop je AOW krijgt. En die leeftijdsgrenzen zijn vastgelegd in de wet. En als je nou naar believen je leeftijd kan aanpassen, dan verliezen die leeftijdsgrenzen in de wet betekenis. He, dan stellen die niets meer voor. En de rechtbank heeft gezegd, daar gaan we niet aan beginnen. Maar dat betekent nog niet dat Ratelband zich gewonnen geeft. Hij heeft al aangekondigd in hoger beroep te gaan. Ja, nee, natuurlijk. Fantastisch. Dat zit ook in de strategie. De strategie was gewoon zo. Eerste klap is een daalder waard. Hoeft niet belangrijk te zijn. We hoeven niet te winnen, hoeven niet te verliezen. Want in hoger beroep gaan we dus dieper op al die dingen in.